Hallo mensen van Ik Speel Game. Vandaag spelen we een game en we gaan spelen Spy Fox Operatie Robotknop. Ja. Deel 2 alweer. We waren in de keuken van Dina gebleven en laten we gewoon hier naartoe gaan. Dat is het enige deurtje. Ha, la kakrelak. Ah, Napoleon de kakrelak. Ze hebben hem Napoleon genoemd, je weet dan dat die Franse doet. Dat je aangesloten hebt bij Smelly. Spionkop heeft de Spy Fox gestuurd om mijn plannen voor de wereldheerschappij te dwarsbomen. Yep. Wereldheerschappij? Yep. Tuurlijk. Ah. Aangezien jij een van de weinigen bent die mijn genialiteit kan begrijpen, zal ik mijn plan helemaal uit het doek. Ja, dat is hartstikke verstandig om je plan aan de vijand uit te leggen. Dat is echt heel verstandig. Dankjewel Napoleon, maar kakkerlak. Ik heb een gemene robohond gemaakt met schaal 1000 op één die het ook echt doet. Geweldig. En waar wil je zo'n monster verstoppen? Dwaze spion. Je staat erin. Tuurlijk. Je hebt de gemene robohond vermomd als aandachttrekker van de Wereldexpo. Met een draaiend restaurant en al. Je moet toch ergens je boterham mee verdienen, hè? Kijk hoe ik de wereld heb. Hey, heb je er niet in? Heerschappij zal bereiken. De mensen die kaartjes kopen beseffen niet dat als ze door het draaihek lopen, ongewild het geavanceerde opwindmechanisme in de gemeene. Dus elk mens dat er doorheen loopt, dus lijkt trouwens allemaal heel erg op elkaar, die veroorzaakt dus dat de dinges gaan lopen. Heeft hij slim gedaan, Napoleon lekker kakkerlak. Dat moet ik toch wel toegeven. Oké. Okay. Oei oei oei, dat mag niet gebeuren of wel? Zo, die kop schommel kapot. Zo, oké, okay, nou daar gaan we. Als ik de robohond losgelaten heb, zullen alle wereldleiders om genade smeken. Oké. Okay. Hij is onhoudbaar. Oké. Okay. Hij kan niet uitgezet worden, want hij heeft geen uitknop. Oh. Ja, ik heb de uitknop verwijderd en heb ergens in de Wereldexpo verstopt. Zo slim. Ja, dat zal ik vooral. Dat is zo slim en subtiel dat je dat tegen de vijand zegt. Dat denk jij. Dank je fucking wel. Als je de uitknop vindt, moet je nog altijd de activeringscode intoetsen om de knop uit te zetten. Ja. En als je de uitknop en activeringscode hebt, kom je nooit voorbij het duivels slimme veiligheidssysteem in de Achilleshiel van de gemeene. Nou, let maar op, ik kan bewijzen in deze let's play dat we er wel gaan halen. Het is tot het binnenste van de robohond. Het is hopeloos, monsieur Le Fox. Je kan me niet verslaan. Monsieur Le Fox. Kom op, dit zal je nooit lukken, Le Kakrelak. Nee, Le Kakrelak, dat gaat je nooit lukken. Nee, monsieur Spy Fox. Adieu. Adieu. Houdoe. Hup, hij blijft gewoon met zijn handjes in zijn zak. Hartstikke chill. Nou. Aan die monsterachtige metalen maaltanden te zien, zit ik gevangen in de robohondse muil. Denk het ook. Wat vernederend. Nou, val mij toch. We kunnen toch zo uit. Ik weet zeker. Ik moet uit deze cel zien te komen, zodat ik die duivelse lekkakkerelak kan tegenhouden. Oké. Kon ik maar door die tanden bij de brandladder komen. Helaas, Spyfox, helaas. Met dit tekstballonnetje kan ik informatie inwinnen over lekkakkerelak. Nou, dat is handig om te weten, toch? Oké. Lekkakkerelak zijn bullenbakken hebben de montage-instructies niet goed gevolgd. Oké, nou. Waar zou dit radertje horen? Ja, en dan deze, laten we zeggen hier. Dit radertje is te... Dit radertje is te groot. Dit radertje... Ik wed dat dit radertje... Dit radertje is te klein. Ja. Nou, deze is... Zo klopt het, denk ik. Hoppakee. Het is gelukt. Ja, toch? Zo, naar beneden. Zoals ze zeggen, je moet blijven doorbijten. Hap, 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 bite, bite, bite. Zo, we zijn in de Wereldexpo. Ik ben op het nippertje ontsnapt. Ja. Nu moet ik Le Kakrelak en zijn snode plannen voor de wereldheerschappij dwarsbomen. Oké, doe dan maar. Mijn spionklok piept. Ik kan maar beter antwoorden. Even geduld. Alsjeblieft.
Het is koud klimaat, ja. Yeah. Hector Investigator heeft een microvisboodschap onderschept van Daisy Drup. Waar komt die vandaan? Die lijkt te komen van een tentoonstelling die Minimarkt heet. Minimarkt, hè? Minimarkt. Klinkt stom. De boodschap is gestoord. Klinkt stom. En Hector Investigator moet dichterbij gaan om ze te kunnen horen. Je kan hem ophalen in het mobiele commandocentrum. Ja. Apropos, ik heb Napoleon de kakkerillaks en snode plannetjes opgenomen op mijn spionklok. Ik zend je het plan met mijn spionklok. Doe dat, ik doe dat. Hopel om het te horen. Gaat primaat uit. Ja, yo, Spyfox uit. Oké, ja, laten we hier naartoe gaan. Wow. Dat is dus dat systeem van Smelly, waar we niet doorheen kunnen komen. Dacht het wel. Hé, hey, jij laat zijn bril vallen. Die boef zette die bril op, ademde op de ademanalysator en de geheime deur ging open. Okay. Dat is de geheime deur waarover Le Cac heel lak het had, die naar het binnenste van de gemene robohond leidt. Ik moet uitvissen hoe ik binnen kan komen. Nou, laten we eerst de bril pakken. Nou, we hebben de bril. En dan denk ik niet dat hier nog iets te doen is. Dus we gaan gewoon hier heen. Oké, hier zo. Ja, hier zo. Laten we even teruggaan en even Hector Investigator ophalen. Investigator. Wil jij hem ook wel noemen? Maakt mij niet uit. Oké, let's go. We gaan Hector ophalen. Hello! Oh, kut. Ik zal niet meer zoveel PewDiePie nadoen, sorry. Wat moest even. Hector Investigator. Ja. De topzoektor van Spionco. Investigator. Tor. Fijn om met jou samen te werken, Hector. Insgelijks, Spyfox. Insgelijks, Spyfox. Hier kreeg ik kort van een kattenkrab. Oh, juist, sorry. Je hebt dus een boodschap onderschept van Daisy Drup? Inderdaad. Maar ik heb alleen iets gehoord over een uitknop activeringscode. Toen viel het signaal oud. Oud? Toen viel het signaal oud? Oké. Dit is vast belangrijk. Ja, denk ik ook. Het signaal kwam uit een tentoonstelling op de expo die Minimarkt heet. Minimarkt, hè? Ja. Daar zal jij je thuis voelen. Zeker. Breng maar aan boord, Hector. Ik breng je wel naar Minimarkt. Komt voor de melkboer. Nee. Bakker. Ja, bakker. Bakker. Hey, dat zinnetje zeg ik altijd. Oké. Genoeg geïmiteerd. Na 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 na. Wereld Expo ingang. Wereld Expo. Nou, ik ga nog niet naar haar toe. Want we gaan als eerste gaan we naar de... naar de minimarkt. Ik denk dat het hier is. Ik weet niet zeker. Ja. Oké, hallo. Ik kan niet naar binnen. Oh, wat jammer nou. De deur is op slot. Oké. Nou. We hadden als goed is bij onze gadgets hadden wij een sleutelfotoautomaat of zo. Laten we proberen. Welke sleutel moet ik fotograferen? Dat weet ik niet. Even met die fan praten. Nou, welke sleutel moet ik hebben? Wat vind je het leukst aan deze baan? Geen idee. Ik heb er nooit bij stilgestaan. Oh. Denken krijg je hoofdpijn, vriendje. Ik denk dat ik het begrijp. Ik ook. Oh, kijk, wacht, er staat gewoon fucking groot. Er staat hier zo 2. Nou, ik denk dat ik al weet welke sleutel we moeten hebben. Oh. Waarschijnlijk noem ik dat ik niet aan de sleutels mag zetten, maar ik klik gewoon op ESC, dus ik skip het. Oké, kom hier. Sleutel, en dan 2. Welke sleutel zou sleutel 2? Ja. Katek! Ik wist dat zo'n geluidje zou zijn. Apies. Alright. Toevallig weet ik nog uit mijn jeugd wat ik toen hier moest doen. Je moet namelijk de... zo, ik kan lekker aan mooi. Dit is namelijk een oven sleutelbakmachine of zoiets was het. En de bewaker die laat je er pas door, want je hebt de kokspaks nodig, want dan kan je sleutel in de oven doen. Alleen daarvoor moeten we de temperatuur laten stijgen tot en met 25 graden, 52 dacht ik, 52. En dan laat hij ons door. Want dan
heeft hij zoiets van, het is warm, ik ga weg. En dan laat hij ons door. Dus wat we als eerste gaan doen is zo'n hitte ding pakken. Dat is een gadget. Dan kunnen we lekker door. Alright. Kom hier met die hitte. Wacht, ik moet eerst pakken. Moet ik eerst iets anders weg doen. Deze kan ik wel missen. Termite granaten shit. Ik zal dit spionnenspulletje maar terugstoppen in de spionnenspullenautomaat. Hoe hij doet dat dus. Nou, die is terug. Dat is de spionnenspullenautomaat. Ja, goh. Ga een pagina verder. Oké, kom op. Zet erbij. Hitte, die hebben we nodig. Zo, ik heb even geskipt van professor Kwak, want dat duurt me een beetje te lang eigenlijk. Oké. Nou, we gaan de hitte pakken. Of wat? Nee, die hebben we al gepakt. Die gaan we gebruiken. Die gaan wij gebruiken. Kom maar. Kom maar. Hey, WhatsApp of ik weet niet wat. Bam, gaan we in het museum. Waar we kostkleren hangen. Oké. Oh. Pakken we de hitte. Oh, daar heb ik niks aan. Pakken we de hitte. God, ik heb niks aan. Ik weet niet voor welk spel ik het gewend ben, maar ik klik deze dubbel. Maar even op de noemer. Oh, het is wel 25 trouwens. Deze spion zal de boel even opwarmen met een snuifje van zijn spionhitte. Doe dat dus. Dat ziet de kerel ook gewoon niet, hè. Neem me niet kwalijk, maar de temperatuur is boven de 25 graden. Ik wist wel dat het 25 was. Ik vond het gewoon zo laag. Oh nee! Ik moet de airconditioninghersteller bellen. Nou, doe dat eens. Hemeltje, ik zal uren moeten wachten. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oké. Okay. Die spion, het heeft de boel wel opgewarmd. Precies. Nou. Dan naar binnen gaan. Dan pakken we de kleren van de kok. Wolfgang Eend. Ja. Een vernieuwende kok die bekend staat om zijn vindingrijke mix van verse plaatselijke ingrediënten. Ja, precies, dat ja. Ik skip even wat je verder wil zeggen, want het maakt niet zoveel uit. Nou, en nu kunnen we dus, moeten we helaas terug naar de keuken van Dina. Maar dan kunnen we wel de sleutel bakken, want wij zijn nou chef Wolfgang. Als tenminste als we opvermommen. En dat gaan we wel doen. Chateau, le cac, relac. Dienst in gang. Ga maar binnen, Reginald. Dankjewel, Bob. Ik weet niet of dat zijn naam is, maar ik noem hem Bob. Oké. Okay. Alright. Roer. Oké. Okay. Laten we even omkleden. Roeren. Hoppakee. Pardon. Ik zou graag de... Mag ik overgebruiken? Of iets dergelijks? Oh. Chef Wolfgang! Oh, neem me niet kwalijk. Ik had je niet zien binnenkomen, chef Wolfgang. Wat een leuke verrassing. Wel, ja, hè? Ik was in de buurt en dacht, het is lang geleden sinds ik eten klaargemaakt heb in een enorme mechanische hand. Ja, precies. Als medechef mag je gerust mijn keuken gebruiken. Heel aardig van je. Ik denk dat ik... Maar blijf van mijn houten lepel. Zo, rustig aan. De paarse lepels zijn van mij en ik heb ze nodig. Oké. Tuurlijk, wat een dom van me. Oké. Je weet natuurlijk dat te veel meesterkoks de bouillon vergallen. Ja, precies. Chef Dina, geloof me, naast jou lijk ik maar een bedrieger. Nu ik raden wat hij is. Nee, geen bedrieger, hij is een spion. Dat is toch wel anders. Oké, deze heb ik nodig op de dinges. Er is iemand in de keuken zo. Bij Dina. We mogen nou alles gebruiken, hè? Er is iemand in de keuken sleutel. Bij Dina. Sleutel in de dinges. In de dinges naar oven. Ping. Nou, there we go. Geweldig. De sleutel gaat er groot in. Ja, ik had er groot in. Dan komt er klein uit. Als het een tekst was. Ik laat mijn kokskleren hier hangen. Voor het geval ik ze nog nodig ja, heb. Ja, oké, dat is verstandig. Joep. Voep. Alright. Ik skip even al het lopen hoor, want dat is een beetje zo van duurt lang. Waar gingen we nou ook weer? Nou ja, nu hebben we dus een sleutel van de minimarkt, als het goed is. Ja. Waar ga jij naartoe? Die tentoonstelling is gesloten. Ik heb gesloten. Een sleutel hoor. Je mag naar binnen als je een sleutel hebt. Hij heeft een sleutel.
Oké. Ah, de juiste sleutel. Ja. Uitstekend. Zie je wel dat ik een sleutel heb? Doei. Oké. Nou, de volgende keer zien jullie dus hoe het gaat aflopen met Hector Investigator in de minimarkt. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe.